Maar oké, nee, laten we voor de duidelijkheid het rijtje inderdaad afgaan. Dus waar wij als Rotterdammer mee te maken hebben, begint eigenlijk bij de Rotterdammer zelf. Die kiest zijn regering. Daaruit komen ministers. Die ministers vormen de Raad van Ministers. Die hebben initiatiefrecht. Die mogen wetten maken. Met de commissie en het parlement geven zij hun fiat, hun goedkeuring. Maar die gaat dan weer terug naar de nationale overheden. En die mogen daar nog binnen marges mee omgaan, rommelen, aanpassen aan hun nationale omstandigheden. En die ratificeren en bestendigen uiteindelijk die wet, ja of nee. Ja. Dus dat is het hele cirkeltje. Ja. Dus in feite dat het lokale, namelijk de burger die stemt, komt twee keer in het hele proces voor. Namelijk eerst bij het stemmen van zijn minister, indirect dan weliswaar in Nederland. En tweede keer dan ook weer wanneer bij nationale. Alleen het aardige is dat het vaak niet zo werkt. Er is een coalitie in Den Haag, nu CDA, Partij voor de Arbeid, ChristenUnie. Die parlementariërs van die partijen, en soms ook toen de VVD in de regering zat, laten die ministers gaan. Ik heb nog bijna nooit meegemaakt dat een coalitiegenoot zei, oh, dit willen we gewoon niet. Laat staan dat iemand van dezelfde politieke partij tegen zijn minister zegt, oh, Tweede Kamer heeft wat zegt, oh. Nou, dan nu legt u het pijnpunt van de democratische macht, de democratische realiteit van de burger, legt u bij het functioneren van het nationale bestuur. En niet zozeer bij de relatie tussen het Brusselse en het nationale bestuur. Maar dat is heel belangrijk. Ja, nee, daarom. Ja, maar dat wil even duidelijker gemaakt. Wat doet een minister? Die zit in de Tweede Kamer. Dan zegt bijvoorbeeld een Kamerlid, bijvoorbeeld ik zeg, ik zou dat niet doen. Of ik zou dit en dit wel doen. Ja. Dan zegt die minister, ik ga mijn best doen. Die gaat naar Brussel, die komt terug in de Tweede Kamer. En dan zeggen, maar u heeft iets heel anders gedaan dan we gevraagd hebben. Dan zegt die minister, ja, was een meerderheid, ik moest mijn best doen, ik heb er nog het beste uitgesleept. Dus je kunt die minister niet goed controleren, behalve als je heel specifiek bent. Als je zegt, dit en dit willen we, dan moet je de motie vastleggen. En je moet die minister zeggen, en kom jij terug met een ander resultaat, dan heb je een probleem. Dus de Tweede Kamer moet veel harder optreden, ook tegen ministers van de eigen politieke partij. Dat is één. Ministers zijn daar niet blij om. En die zijn dus heel bereid ver te gaan om jou te beïnvloeden. Ja, maar dus u zegt dus dat de belangen van een minister, die zijn anders dan de belangen van de volksvertegenwoordiger. Hoe komt dat dan tot stand? Want dat willen we toch helemaal niet? Dat willen we toch helemaal niet? Dat komt tot stand omdat ministers dikwijls gewoon niet willen erkennen dat de Tweede Kamer het laatste woord moet hebben. Want die vinden het alleen maar lastig. Wethouders vinden dat ook, vinden lastig in de gemeenteraad. En volksvertegenwoordigers hebben niet genoeg rechte ruggen gaat om te zeggen, bekijk het maar, we doen het zo. Dus het hele democratisch functioneren wordt aan twee kanten aangevallen. Aan de ene kant de parlementariërs, de controleurs die geen rechte rug hebben. En aan de andere kant de bestuurders, die op die moment zij bestuurders zijn, ook democratische activiteit lastig maar lastig vinden. Ja. En wat kun je eraan doen? Nou, als Tweede Kamerlid gewoon je rug recht houden. Het zit er nog steeds in de Tweede Kamer, dus ze hebben me echt niet weggekregen. Wees gewoon eerlijk, wees duidelijk. Zodat je altijd terug naar de kiezer kan gaan en zeggen, dit is wat ik heb gedaan.